Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ook namens Jordi. Ja. Vanochtend heb ik Niels weggebracht naar zijn werk. En hebben we daarna een flesje gedaan. Heeft hij de hele tijd gespeeld in de box. Ja. Was leuk in de box. Was leuk in de box. En, en toen hebben we fruitje gedaan. En nu zit hij heel even Boomba te kijken. Want ik moet hem wakker houden tot ongeveer 10:50. Ja, daar zat het al heel erg te gapen. Maar hij moet in de auto slapen als ik naar Utrecht rijd. En de enige manier dat ik hem wakker kan houden is op deze manier. Ja. En ja, wat dan? Geef mama een kus. Geef mama een kus. Geef mama geen kus. Kom hier. Stiekem vindt hij dit heel leuk. Joepie. Dat is mijn ventje, hè. Nu ga ik zo zijn tasje klaarmaken. En dan... en dan mezelf klaarmaken, aankleden. Hem klaarmaken, aankleden. En dan een flesje geven. En dan kunnen we alweer gaan. Ik hou van jou. Ja, brilletje goed doen. Hoppakee. Oh, ik heb trouwens met de chirurg nog gesproken. Aankomende vrijdag gaat hij onder het mes. Dan gaan ze zijn OK-hond bekijken waar hij aan geopereerd is. En dan gaan ze botox spuiten. En dan gaan we ook even kijken hoe en wat. Donderdag moeten we hem sowieso even spoelen. Zodat ze kunnen zien hoe dat het verloop is de volgende dag. Dat is belangrijk. En ja. De hele checklist weer meegekregen. Dus ik ga gauw de spullen pakken. Of ja, gauw. Ik heb tijd genoeg. Dus, maar goed. Ja, wij zijn inmiddels naar Utrecht geweest. Jordi heeft maar een uurtje geslapen. Die is een beetje moe nou. Dus doen we even kroelen. Ik ben ondertussen ook alvast aan het koken. Dat is ook weer zo dat we aan het doen zijn. Misschien dat we het nog even voor elkaar krijgen dat Jordi even een half uurtje slaapt. Want hij is wel echt moe, hè, schatje. Ja. Hij zat net ook al moeite te doen om zijn ogen open te houden. Ja. Ja. Jordi werd op een gegeven moment wakker. Toen was hij een beetje over de zeik. En hij had buikpijn. We hebben hem dus ook gespoeld weer. En wat we nou aan het doen zijn is... We hebben een pop. Hij moet eraan wennen dat er zeg maar dadelijk een tweede is. Dus we hebben een pop hebben we uit mijn collectie gehaald. Want ik heb nog poppen van vroeger. En die hebben we gedaan. En we zijn aan het proberen om hem eraan te laten wennen. Dus we doen iedere dag een beetje oefenen met die pop. Zodat hij er toch aan leert wennen dat die pop er is. En die
vervangen we dadelijk door middel van... Zijn broertje. Zijn broertje. Dus dan gaat hij in ieder geval een beetje wennen eraan dat er iets extra's is. Goed zo. Doe maar pakken. Jij mag ook pakken. Goed gedaan. Ja. Oh, doe je die aan de pop geven? Samen met je broertje spelen dan. Ja. Samen. Want samen is niet alleen. Samen. Hij is niet helemaal... Met al die boeren om me heen. Ja, lekker spelen. Lekker spelen. Ja. Zo, je bent al twee keer geschopt door hem. Dat je echt dacht van wat gebeurt hier. Ja. Hij lag net, lag hij met zijn wang echt in het midden van mijn buik. En toen kreeg je een paar keer een schop. En hij was helemaal onder de indruk. Hij wist niet wat hij moest doen. Ja. Zie jouw broertje die hier zit, hè? Oké. Okay. Ja, je vertelt hem dan maar hoor, van mij mag je. Ja. Dat is wel een mooi gezicht om dit te zien, want hij doet het steeds vaker naar mijn buik gaan. Dus hij heeft wel iets in de gaten. Ja, hè? Ja, wat gebeurde er? Kreeg je er weer een? Ja. Ja, jij schrikt steeds, hè? Ja, jij bent daar niet gewend. Jij bent alleen maar gehobbelde bobbel hier gewend aan deze kant. Dus, als ik gegeten heb, heb ik altijd een overactief darmstelsel door mijn gastric bypass. En dat is nou anders dan dat hij gewend is. Maar nou zie je dus net, zoals jullie zagen, ook al een keer gestampt. Dus je zat van, hé. Een hele goede morgen. Gisteravond ben ik met van alles bezig geweest. En uiteindelijk ben ik gaan douchen en mijn bed ingedoken. En ik was weg. Nu is Jordi aan het spelen. Hij heeft flesje alles al gehad. En zijn we aan het wachten op de fysio. Ja, lekker spelen. Ja, goed zo. Lekker spelen. En daarna gaan we weer huishouddingetjes doen en dat soort dingen. Zoals jullie horen staat mijn wasmachine alweer aan. Dus tja. Deze schat heeft lekker goed zijn fysio gedaan. Daarna een fruitje gegeten. Daarna nog wel geknuffeld. En dan krijgt hij lekker zijn flesje. En dan gaat hij zo lekker slapen. Wie, oh, wie is er wakker? Tada!
Hij heeft er niet zoveel zin in, vrees ik. Hij heeft een beetje buikpijn. En ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken. Het is in ieder geval niet van harte. Ja. Jordi. Ja? Oké. Okay. Dus, maar ja, we gaan hem even soep geven. Ja, een soepje eten. Mam heeft tomatensoep voor jou. Tomaatjesoep. En daarna even naar de winkel. Ja, daarna even naar de winkel. Ga je met mama mee dan? Hij heeft geen keus. Wat een gekkie. Nadat ik gefilmd had dat hij wakker was geworden, hij had al buikpijn hoor. Maar hij heeft nog veel meer buikpijn gekregen. Ben ik toch even gauw naar de winkel geweest met hem. Onderweg de hele tijd zeuren dat hij buikpijn had. Uiteindelijk toen Niels thuis kwam, toen hebben we hem even gespoeld. En daarna heeft hij gegeten en ben ik gauw eventjes naar de verjaardag gegaan van een neefje van mij. En toen ben ik naar huis gekomen. Niels die ging naar een vriend toe. En die is daar nu ook. En nou heb ik Jordi fles gegeven. En dan gaat hij zo naar bed. Wat hij hier heeft gedaan, dat weet ik niet hoor. Ik denk zichzelf gekrapt. Maar ik ben blij als het vrijdag is. Want vrijdag wordt hij opgenomen voor de botoxbehandeling. En ik hoop zo erg dat het dan weer goed is. Tenminste, goed. Goed zal het nooit worden. Maar het zal wel moeten verbeteren. Al is het voor hem dat hij minder last heeft van alles. Want dat gegil en pijn en alles, ik vind dat zo erg voor hem. Maar ja, nu heeft hij zijn ontlasting kwijt en is hij weer lekker rustig. Dan gaat hij zo lekker slapen. Je bent moe, hè, schat? Ja, je bent moe, hè? Dan zal het al lekker te gapen.